Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Skype-sprookjes. Ja, als je jong bent, ja, dan worden er heel vaak sprookjes voor gelezen. En groeit je op en dan, ja, dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze Skype-sprookjes. Uiteraard ook Skype, omwille van de coronamaatregelen, dat we nog geen publiek mogen hebben. Dames en heren, ik heb vandaag Olivier Schalbroek bij mij. Dag Olivier. Hallo. Ik ken Olivier al heel lang vanuit het improvisatietheater. En uw beeld is nu voor mij helemaal gestopt met bewegen. Ik hoop dat is het waar? Ja. Tijdelijk is, maar je staat er mooi op, al wuivend. Okay, de mensen die luisteren, die zien het niet, maar de mensen die kijken, ja, die zien u nu buiven. We horen u nog altijd. Dus dat is super. Olivier ken ik vanuit het improvisatietheater. Wij zijn samen wereldkampioen geworden in 2006. Even stoeven met ons verleden. En hij is ook de geweldige pluspapa van mijn eigen kind. Ja, dat is diezelfde zoon dat we al een paar weken geleden ook een keer hebben bezig gehoord. Ja. Olivier, ik heb ja, eerst nog, dames en heren, welkom, Olivier Schalbroek. Ja, dat is het beste dat we toch een beetje applaus hebben, Olivier. Ja, zalig. De eerste titel is Was is een goudvis en die wou eigenlijk een haai zijn. Heel kindvriendelijk sprookje, denk ik, dat we nu gaan krijgen. Ja. Dus hier gaan we. Er was eens een goudvis en die wou eigenlijk een haai zijn. Ja, dat was een kleine goudvis. Die zijn naam was Sammy. En Sammy de goudvis, die was al heel zijn leven eigenlijk onderdeel van een goudvissenschool. Dus die zaten echt met honderden samen. Maar Sammy voelde aan alles, echt aan alles, dat hij daar helemaal niet thuis hoorde. Ja, in die goudvissenschool werd ook van alles aangeleerd. Van hoe zijt je de beste goudvis? Hoe maak je uw kleuren zo goud mogelijk? Maar inderdaad, Sammy wist dat hij van binnen eigenlijk een haai was. Ja, en heel af en toe zag je die kleine haai ook naar buiten komen. Hij kon dan niet weer staan. Hij begon dan in één keer zijn tanden te laten zien en naar iedereen te roepen. En daar kwamen dan natuurlijk serieuze gevolgen op. Hij werd zeer zwaar terechtgewezen. Ja, het was de directeur van de school die hem even op het matje riep. En hij zei van, beste Sammy, je denkt dat je een haai bent, maar dat is niet. Je zei eigenlijk gewoon een goudvis, je hebt geen tandjes. Jij kunt wormpjes eten, that's it. Je hebt geen tandjes. Sammy, haal dat uit je kop. En Sammy zei... Jo, die was natuurlijk heel teleurgesteld. En je zei tegen de directeur van... Als het zo ziet, dan kom ik niet meer. Dan kom ik niet meer naar uw school en dan ben ik weg. En zo gezegd, zo gedaan. Ja. Sammy trok de wijde wereld in. Want Sammy was een zoutwatergoudvis. Ja. Een aparte soort die dus perfect de zee en de oceaan in kon zwemmen. En hij ging op zoek naar wat hij vond dat zijn soortgenoten waren, de haaien. En hij zwom en hij zwom en hij zwom. En af en toe, om de zoveel meter, moest hem toch heel even al dat zout even uit zijn bek spuwen. Maar hij zwom en hij zwom en hij zwom, tot hij uiteindelijk bij de Atlantische Oceaan kwam. In die Atlantische Oceaan... Daar ging hem linksaf. Want hij had gehoord dat de haaien vooral links zaten, richting het zuiden. En hij zwom verder en hij zwom verder. Hij kwam een hoop dieren tegen dat hij nog nooit had gezien. Nee, grote octopussen die hem probeerden te vangen. Ja. Zeesterren waarvan dat hem nog niet wist dat ze bestonden. Kwallen, grote Portugese oorlogsschepen die hem probeerden neer te halen met hun tentakels. Het was een avontuur dat hij nog nooit had meegemaakt. En hij kwam ook een zeepaardje tegen. En omdat dat zeepaardje even groot was, konden die een gesprekje voeren. En hij zei, ah, zijn jij een zeepaardje? Nee, zei dat zeepaardje, ik ben eigenlijk een zeehond. Ja. Als bewijs deed Suzy, het zeepaardje, eigenlijk zo met haar kleine vinnetjes. Amai, zei de Sammy, dat is inderdaad waar, jij bent een zeehond. En vroeg Suzy, maar jij bent een goudvis. Nee, zei de Sammy, ik ben een haai. Dat wist hij nog niet. En hij trok zijn vin van achter op zijn rug helemaal naar boven. En hij begon daarmee te stoeven. En hij zei van, zeg,
Waar veel zeehonden zijn, zijn ook veel haaien. Misschien kunnen we samen op zoek gaan dat jij bij je zeehonden kunt zitten en dat ik bij mijn haaien kan zitten. Oh. Ja, zei Suzy, maar dan ga jij mij aanvallen. Ja, zegt hij, ik ben nu eenmaal mijn haai. Ja. Dus die kans bestaat wel, ja. Ja, dat zit in mijn natuur, zei hij. Nu, ze zwommen verder en uiteindelijk kwamen ze bij een school haaien aan. De Sammy, een klein beetje nerveus, deed het eigenlijk een beetje in zijn broek. Dacht van, verdikke, ik moet hier een goede indruk maken. Want bij die haaien, come on, dat is erop of eronder. Dus hij wist ook dat hij de grootste haai moest uitdagen om respect te verdienen. Ja. En hij zwom naar de grootste haai, Rutger. Rutger, de grootste haai, dat was zijn naam. Ja. En Rutger had zoiets van, kom jij hier doen? Wie zei de gaai, zei de Rutger. Ja, wilde jij het dood? En de Sammy, die balde zijn kleine ving tot het kleinste vuistje dat je ooit gezien hebt. En gaf die Rutger een peer op zijn bakjes, dat zijn twee grootste voorste tanden gewoon flap eruit vlogen en zo begonnen te zinken naar de bodem. Al de andere haaien hadden zoiets van, wow, jij bent de coolste gouden haai dat we ooit hebben gezien. Ja. En hij zei, hey, en zie je deze? Dat is Suzy. Dat is mijn zeehond. Ik heb die getimd. En iedereen denkt van, wow, respect, maat. Respect. Geef ons uw richtlijnen, nieuwe leider, en dan zullen we doen wat jij zegt. Als uit de Sammy, ik ben een haai. Het eerste wat we gaan doen is Suzy de zeehond opeet. Zo gezegd, zo gedaan. Als een echte haai begon de Sammy aan Suzy te knabbelen. En Suzy had zoiets van Sammy Lotte. Allee, Sammy, come on. Dat kietelt. Dat doet dat dan niet. Dat kietelt. Allee. Sammy, allee. Langs de kant vond Suzy het ook wel fijn om zo'n klein beetje beknibbeld te worden door de Sammy. En de Sammy zei van, allee, come on, ik laat het beste van mezelf zien. God dan toch een beetje dood. Maar Suzy zei van, ja, Sammy, nee. En eigenlijk zie ik je enorm graag als jij dat bij mij doet. Dus dat was het moment dat Sammy besefte, ik heb inderdaad geen tanden. Nee. Ik ben eigenlijk geen haai. Ik ben een goudvis die verliefd is op een zeepaardje. Dat denkt dat een zeehond is. Shit, man. In wat voor een verhaal ben ik hier terechtgekomen? Maar dat dacht dus niks. Ik blijf gewoon hier. Ik voel me goed. Suzy is fantastisch. Dus ik blijf hier gewoon in de Atlantische Oceaan. Aan de linkerkant. En ik blijf hier bij mijn haaien. En zo gebeurde het daar. Als je dicht tegen de plek waar de Sammy zat, ging duiken. Dat je af en toe wel eens een zeepaardje zag dat bereden werd door een goudvis. Maar echt gewoon als paardrijdend, hè? Nee, binnen de vetzakken. Ja, alleen. En zo dat de legende van Sammy de goudvis wereldwijd bekend is geraakt. Ja. Dames en heren, wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je niet bent wie je denkt dat je bent, dan moet je iets beginnen met een tender die ook niet is waar het hem denkt dat hem is. En dan wordt het een beetje raar, maar wel gezellig. Alsjeblieft. Slaap lekker. Dankjewel, Olivier. Dankjewel, Jeroen.